Goedemorgen, het is vrijdag, dus tijd voor een nieuwe vlog. En we gaan op vakantie, dus ik heb hier alle spullen verzameld. Het is echt niet normaal wat je mee moet nemen met... En hier ligt nog meer trouwens, wat je mee moet nemen. Met een baby, een peuter en twee volwassenen. En dan gaan we nog naar een landenhuis waar heel veel is. Maar bijvoorbeeld een boxkleed moet mee, want er is een box, maar geen boxkleed. Luiers kan je uiteraard daar ook kopen, maar ik vind het wel gewoon relaxed dat we het gewoon hebben. Want we gaan toch met de auto, dus ik gooi het er gewoon in. Handdoeken, 1000 stukken kleding voor kinderen. Ik weet het al niet. Het is ongelooflijk veel, maar we gaan het allemaal meenemen. En dan gaan we lekker op pad. We gaan met mijn ouders en dit weekend komt mijn broertje met zijn vriendin mee. En dan past mijn oom op Metens. En dan komt mijn oom, dan gaat mijn broertje en zijn vriendin gaan maandagavond weg. En dan komt mijn oom de rest van de week en dan past de buurvrouw op Mittens. Dus dat is allemaal top. Het enige vervelende is dat mijn schoonzusje een koortslip heeft. En dat is super gevaarlijk voor kleine baby's. Dus na overleg met de dokter en het consultatiebureau weten we precies wat we moeten doen en waar we rekening mee moeten houden. En ja, dan is het gewoon super voorzichtig zijn, mega hygiënisch. En ja, zij mag haar dan niet aanraken en dat is natuurlijk wel heel jammer. Maar goed, dan kunnen ze in ieder geval mee en dat is heel fijn. Dus ik heb er heel veel zin in, dus ik neem jullie mee. Wij zitten in de auto, even nog tanken en dan eat gate on. De andere helft van de groep die is nog niet vertrokken. Maar ja, wij dachten dit is het moment om te gaan. En heeft gegeten, let's go. Dus volksverhuizing is gaande. Het is echt niet normaal wie je met een baby om mee moet. Hey Niels. Niels er zin in. Terwijl ik in de auto, terwijl ik in de auto Eden even aan het voeden ben, zijn de heren even stenen aan het gooien in het weiland. Kijk. Ik heb helemaal niet meer gevlogd, maar we zijn in het huisje en het is allemaal fijn. We hebben hier een kamer beneden. En dan hebben we hier een badkamer ensuite zitten. Ja, er zit geen snoer bij het bed. Of geen stopcontact bij het bed. Dus ik heb nu een soort staak. Hier, maar die haal ik zo weer weg. Omdat ik even een beetje batterij voor de nacht. En we hebben een tafeltje voor Eden. Ik zal Sven zetten nu zijn boxshorts wel even een beetje besparen. Maar we hebben een mooi eigenlijk tafeltje voor haar gecreëerd. Alleen ze slaapt dus nu zeg maar in haar wiegbakje op de grond. Dat is een beetje onpersoonlijk. Ik vind het wel heel afstandelijk. Maar goed, ja, dat is ook niet anders. Oh. Hij stelt niet meer scherp. Anyhow, ik zal morgen gewoon eventjes beter filmen. Goedemorgen. Nou, welkom alsnog. Want dat was ik een beetje vergeten. Het is nu zaterdag. En we zijn aangekleed en wel. Het is inmiddels al hartstikke laat natuurlijk. Het is hartstikke laat. Het is nog ochtend. Maar volgens mij is het 10:30 of zo. Maar ik kleed me tegenwoordig het liefst pas aan na de tweede voeding, want anders dan blijf ik bezig. Dit is onze slaapkamer. Wij slapen beneden met Elin. En wij hebben een badkamer en suite. Dus wij hebben, ik liet het gisteravond even kort zien, maar goed, dit is onze badkamer. Alleen we hebben een beetje lekkage. Dus dat moet eventjes volop worden. Maar we hebben dus nu de... co-sleeper even op het bed staan. En s'avonds, als wij ook gaan slapen, dan staat hij daar op de grond. Die hebben we dus wel meegenomen. Dat we dachten, de campingbedje is echt een beetje te groot nog voor haar. Dus wij slapen hier. En dan hebben we hier de woonkamer. Dat is mijn borstvoet- en kolfhoekje. En nou, hier is Niels. Mama die gaat even... Eden had een ongelukje gisteren in de auto. Dus die... Niels, doe maar even je slippertjes aan. Niels, lieverd? Ja. Oh, laarsjes mag ook. Nou ja, goed, het is nu niet opgegaan, maar dit is de eettafel. Hier hebben we gisteren een spel gespeeld. Echt de ballen uit mijn broek gelachen. De keuken. En dan ga je hier naar boven. En daar staat dus Niels heeft een eigen kamer. En mijn ouders hebben een kamer. En mijn broertje en zijn vriendin. En dan zijn er nog twee badkamers. Dus het is gewoon lekker ruim. Er zit een sauna in en een sun shower. Die ga ik allebei nog gebruiken. Ja, is goed, ja. Andere voet, lieverd? Andere voet. Nee, dit is toch goed, toch de goede. Oh, sorry.
En we gaan zo lekker naar het strand. Wat ik nog even wilde laten zien is, we hebben gisteren een cadeautje gekregen van mijn broertje en zijn vriendin. Nog, ze zeiden van het is nog in de maak. Toen dacht ik ook, heel spannend. Maar het is dus dit. Het is een bordje. Gewoon helemaal custom made. Kijk, Elin. Het is een soort kiertje in een vossenpakje of zo. En het is van Oh You Pretty Plates. Nee, zo heet het niet volgens mij. Het is... Oh wel, ohyouprettyplates.com. Superleuk. Dus wij zijn helemaal blij mee. Heel leuk bordje. En ik denk dat het fris is op het strand. Dus ik denk dat ik Eden even schoentjes uitdoen. Ze gaat in de draagdoek. En dan gaan we. We lopen naar het strand. Moet je een handje geven? Kom, allebei een handje. We lopen naar het strand. Kijk, we zijn op het strand. Heerlijk. Ja, niet als net echt head first de zee ingevallen, maar hij is er blij onder. Ze zitten lekker tussen schommelen. Wij gaan lekker eten. Ja, eet smakelijk en bedankt. Graag gedaan. Ja, want hier zijn pannenkoeken zijn nog niet. Ik denk dat het zo we zitten te eten. Want als de zon weg is, is het niet zo heel warm. Maar als de zon er is, dan is het echt meteen ook super lekker. We hebben een heel mooi wapenfeit. Want Niels heeft voor het eerst een potje geplast. Dus ik ben helemaal trotse moeder. Het ging ook echt... Hij was er helemaal niet in geïnteresseerd. Maar we hadden toch wel bedacht dat we het wel heel praktisch zouden vinden. En ik zei vanmorgen, waren we met z'n tweeën in de woonkamer. En ik zei, nou Niels, weet je wat we vandaag eens gaan doen? En ik zal het laten zien wat ik had gemaakt. Een ding... Niels op een potje. Zo'n van Pinterest heb ik dat. Kon je dat helemaal customizen en dan uitprinten. En toen ben ik Bobby op potje gaan voorgelezen. Ik heb gezegd waar wil je gaan zitten. Ik had verteld van wel, als je dat hebt gedaan, dan mag je een stickertje plakken. Maar het is ook niet erg als het nog niet is. Nou, daar ging hij zitten. En ik was bij pagina 2 of 3 van Bobby op potje. En toen ging hij kijken en toen had hij al. Dus hij ging zelf kijken en toen had hij al geplast. Amazing. Dus ik ben helemaal trots. Hij is nu zwemmen met mijn broertje en met Sven, dus dat is super leuk. En Eden ligt lekker te slapen, dus ik ben even... mijn schoonzus heeft het mooie nieuwe boek van Otto Lengi gekocht. Dus dat ben ik even aan het bekijken met allemaal lekker eten. Niels is er weer geweest. Het is echt ongelofelijk. Ik ben helemaal trots. Ja, ze is twee keer geweest. Twee keer op potje gezeten en twee keer geplast. En hij heeft nog een bonusstukje geplakt voor zichzelf. Met enige moet niet heel even hier in de box, zodat ik eventjes een klein beetje hier de stickers en potjes zo op kan ruimen en dan gaat zij weer naar bed. Ik heb net haar gevoed en geknuffeld en gedaan. En Niels is even met Sven naar Bollo, want Bollo leest voor en Niels is echt fan van Bollo. Hij is ook zeg maar het eerste kind dat hem bespringt. Dus hij is ook helemaal niet bang. Hij gaat er meteen recht op af. Deed hij al vanaf kleins af aan. Deed hij dat al. Ging hij meteen, meteen erop af. Waar sommige kinderen dan gaan huilen van zo'n... Hij is ook groot. Een grote beer. Maar hij gaat er gewoon op af. Hoppatee. Bollo is zeg maar de... Voor wie het niet kent. De mascotte van hier. Zijn is even lekker een strandwandeling aan het maken. Hij is even naar de wc. En dan lopen we langzaam terug. Mijn ouders zijn net bij Eden en Niels. Heerlijk. Echt super lekker weer. Ik heb een lange broek aan, maar het is eigenlijk veel te warm. Er zijn ook echt mensen in de zee. Dat wil ik eigenlijk wel doen met Niels. Ik mag denk ik nog net niet de zee in. Heerlijk.
Ik drink deze vakantie pas du tout, maar weer, dat is alcoholvrij wijn, maar deze is echt heel lekker. Dus ik heb een glaasje ingeschonken. De rest drink je natuurlijk gewoon lekker, met alle beter. En Niels zit even nog een filmpje te kijken voordat we aan tafel gaan. En Niels heeft al 2 keer op het potje geplast vandaag. Ik ben een hele trotse mama. En Sven en ik zijn net heerlijk in de sauna geweest. Dus ik heb een gezonde blos. En het was echt heerlijk. En het weer is echt fantastisch. We hebben een heerlijke strandwandeling gemaakt zoals je zag. En ja, nu zitten we gewoon hier. Gaan lekker eten met z'n allen. Mijn schoonzusje kookt. Dus zin in. Goedemorgen alweer. Het is nu maandag. Ik moest even nadenken. Ik ben echt snot verkouden. Echt super fijn. Ik zit nu eventjes een filmpje te bewerken. De heren zijn even boodschappen doen. Mijn broertjes en vriendinnen zijn dus nu naar huis. En dan komt morgen mijn oom. En ik ben nu met mama en Ede. Dus de ladies zijn thuis. En Ede ligt lekker te slapen. Die heb ik net gevoed. En ik heb ook, ik kunt zien staan, maar ik heb ook wat over. Dus dat is alvast weer. Ik heb al sowieso had ik al genoeg voor vanavond. Voor het missen van één voeding, zodat wij weg kunnen. Dus lekker een broodje te eten. En wij gaan nu ook eten. Want dit is wat honger. We zitten in de auto. Woep woep. Want wij gaan nu uit eten bij een restaurant met de Michelinster. En daar hebben we veel zin in. We gaan. Ik ga zo een neuspray doen zodat ik in ieder geval het eten proef. We hebben natuurlijk niks echt nets bij ons. Ik had nog dit shirtje bij me, dus dat heb ik aangetrokken. En ik heb een zwarte. Ja, op zich wel redelijk nette broek aan. Met, wij zetten op de pijp. Sven die heeft een zwart t-shirt aan. Gelukkig en een spijkerbroek. Ja, want ja, we hebben natuurlijk niet op gegeven, maar mijn ouders zijn ook. En ze zijn natuurlijk gewend dat hier toeristen komen. Die hier niet. Ja, die hier niet ziektevriendelijk uitzien. Maar goed, ik heb mijn make-upje een beetje bijgewerkt. Ik heb een slag volumepoeder in mijn haar gemieterd. Dan gaan we lekker eten. We aten van de week aten we hier. Daar rechtsaf hier, nou, ik weet niet of je het ziet, maar dat is zeg maar ook, nou, het was echt prima, maar het is al gewoon een kinderparadijs. En nu gaan we iets anders doen en zonder kinderen, dus dat is ook wel lekker. Voor een keertje. Nou, we zitten hier met een alcoholvrij cocktailtje en alvast wat water en een super mooi restaurant. Ja, zo is het. Ik vraag me niet om te herhalen wat er allemaal staat, maar het ziet er in ieder geval heel mooi uit. Vooral de horentjes. En het mooie voorgerecht. Ik heb vlees en Sven heeft vis. En het hoofdgerecht. Met een fantastische rode wijn erbij. Die mijn man nu even proeft. En het dessert. Oh, oh. Het bestaat al 100 jaar, het is iets heel klassiek. En twee met iets erbij. We hadden ook nog een soort van ijsje, maar die heb ik niet gevuld. Wij zitten in de auto terug en hebben echt heerlijk gegeten. Hè? Ja, dat is echt heel goed. En nou ja, goed, ik heb alle gerechten wel een beetje geprobeerd te filmen. Maar ja, smaak komt natuurlijk niet over. En nu rijden we weer naar huis. Het restaurant heet trouwens La Trinité. En dat is Michelinster en het was echt heerlijk. Het is dinsdag en het is fantastisch weer zoals je ziet. En we zijn vanmorgen lekker bezig te zwemmen met Niels. En Elen is een beetje aan het rennen, dus het is weer gezellig. En Sven ligt nu bij haar. Ik heb vanmorgen een uur erover gedaan om een flesje te geven. Ze moet natuurlijk ook het flesje oefenen omdat het naar het kinderdagblijf gaat en ze dronk dat altijd heel goed. Maar gisteravond toen waren wij dus uit eten, wat fantastisch was overigens. was dus bij mijn ouders en nou, mijn moeder heeft het echt uren geprobeerd, maar niks. Toen heb ik het 's avonds geprobeerd en toen wilde ze gelukkig wel. Zeg maar, toen wij terug waren wilde ik liever geen borstvoeding geven, want ik had natuurlijk wel 2 wijntjes op en op zich.
wel over een lang tijdsbestek. Dus ik denk dat het wel had gekund, maar better safe than sorry. En toen heb ik het wel voor elkaar gekregen. En uiteindelijk vanmorgen duurde het dus een uur voordat het lukte. Maar goed, ja, we moeten toch maar blijven proberen. Maar ja, ik denk niet zozeer dat het aan het flesje zit. Het is gewoon, ja, net als dat ze mijn borst af en toe weigeren. Het is gewoon het leven. Maar, nou ja, weet je, het is, ze heeft het even zwaar met zichzelf op zich. Ik heb nu niet het idee dat het pijn is of zo. Ik heb wel het idee dat de osteopaat super goed heeft geholpen. Dat ze daar echt wel, zeg maar, fysiek zich beter door voelt. Maar ja, soms is het gewoon het leven zit er dwars of zo. Ik weet het niet. Het is ingewikkeld. Want die is door. Oké, nou, daar gaan ze hoor. Waar? Daar! Nou, let's go. Ik zit klaar. Volgens mij heb ik het huis trouwens nog helemaal niet gefilmd. Maar dit is het huis. Ja, dit is Niels' speelzone. De draagdoek waarmee ze net weer rondliep. Maar dit is Niels' speelzone. Wij zitten gewoon op de bank en onze boeken liggen ertussen, maar maakt niet uit. Hier is de eettafel, box en stoel. Alleen Niels wil op een grote mensenstoel zitten. Dat is mijn headquarters voor het voeden. Het potje waar Niels inmiddels al 5 keer op heeft gezeten en geplast. En dan de keuken. En ik zal boven ook nog even laten zien. Onze kamer niet, want Eden ligt te slapen. Hier is de eerste badkamer met sauna. Heerlijk, zijn we ook al in geweest. Dan is hier de kamer van Niels. Hier wat schone kleren. Hier slaapt meneer. We hebben, het is gewoon een 2-persoonsbed. Maar wat we hebben gedaan is we hebben de matrassen hebben overdwars gelegd. Zodat hij niet in een spleet kan komen. Want we hebben hier ook wel een kinderbedje, maar hij wilde in het grote bed. En thuis staat ook een peuterbed natuurlijk, maar goed, zo. Wat ik wel heb meegenomen, dit dekbedje is van het kleine bed. En wat ik wel mee heb genomen, los natuurlijk van zijn knuffel, is zijn eigen kussen. Want dat is een speciaal peuterkussen. Dus dat vond ik, of kinderkussen, dat vond ik wel een veilig idee. In plaats van zo'n groot kussen. En we hebben dus de dekens die erop lagen hebben als een soort randen gedaan. Dit is ook allemaal schoon. Dat zal ik straks even opruimen. En dan hebben we hier nog een badkamer. En deze heeft een sun shower. Nou, je moet er maar de kracht voor hebben, want het duurt best wel lang. Daar ben ik. En dan in deze kamer slapen mijn ouders. En in deze kamer slaapt mijn oom. En dan hebben we hier een traprekje, wat echt een enorme herrie maakt trouwens. Want hierboven staat ook nog een toilet trouwens. Dag, daarom gaan wij een dagje naar Brugge. Dat wil zeggen, Sven en ik, mijn vader, mijn oom en Elin. Want Elin is natuurlijk aan mij vastgeplakt. Niels en mama blijven gewoon lekker bij het huis. Want we kunnen lekker gaan zwemmen en knutselen en dat soort dingen. Leek me voor hem leuker dan in zo'n stad rondscharrelen. Dus dat zijn we aan het doen. Dus wij lopen hier lekker. En ik heb een wat ruime paraplu, omdat ik dacht er meer mensen onder wilden, maar dat is niet het geval. Dus nu loop ik iedereen zijn ogen uit te steken onder mijn grote paraplu. Maar ik heb mijn haar gewassen en het regent. Maar we zijn dus in Brugge. Ja. Net de schoolklas voorbij, sorry voor de herrie. Net even geluncht, maar het was niet heel noemenswaardig. Ik ga gewoon in mijn beeld zijn. Wij
Wij zijn weer terug uit Brugge, was heel gezellig. En nu gaan we zo lekker eten. En Niels is lekker met oma geweest naar het zwembad en zo. Dus ja, voor hem is er niet zoveel aan Brugge. En ik had ook gezegd, alleen als het niet zo lekker weer is, dan ga ik mee. Het zou vandaag heel mooi weer worden, maar het geel is gisteren super mooi weer. Dus ik dacht, nou dan ga ik gewoon lekker mee. Het is nu een beetje druilerig. En ik ben een boekje weer even lezen. En ik ben ondertussen even in slaap aan te krijgen. Dus dan gaan we zo lekker eten. Honger. Dus kwart over zes, heel druk. Lekker doen. Oké. Ik ben zat even weggejagen. Even de trein er weer aan. Ja. Ik heb een slakje, mama. Oh, hallo slakje. Woont er nog een slakje in? Ja, ik zie een slakje. Oh, nou, waar gaan we... Zullen we in de kom doen? Ja, laten we dat maar doen. Even kijken. Oh, die is daar. Kijk uit met je vieze laarzen, lieverd. Wil jij dat ding aangeven, Ruud? Maar hier staan niet, want je hebt vieze laarzen. Je hebt die, dat vergrootglas, ja. Nou. Waar zit de auto in? Nou, dan moeten we die eerst even uithalen. Kom erin. Hoppatee. Het steentje. Dan doen we die er weer op. Nou, even kijken. Kan je het zien? Goedemorgen, het is donderdag en dit is onze laatste volle dag hier. En het is fantastisch weer. We zitten lekker buiten. Niels is even fietsen met mijn vader en mijn oom. En wij gaan zo lekker met hem zwemmen. Maar ik dacht, ik sluit de vlog van deze week zeg maar af. En ik begin dan vandaag met een nieuwe vlog. Ik heb een beetje boven wespen. Beetje kan je weglaten. En dan begin ik vandaag met een nieuwe vlog. Dan is het een beetje een soort lange weekendvlog. Dus ik hoop dat jullie de vlog leuk vonden. En ik zie jullie heel graag volgende week bij een nieuwe vlog. En daar ga ik nu mee beginnen. Dankjewel voor het kijken. Doeg!